Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het is redelijk rustig boven Nederland met niet al te veel bewolking. De zon gaat dus af en toe schijnen. Maar boven Engeland liggen wel meer wolken klaar. En die komen geleidelijk onze kant op. Vanochtend heel misschien nog een buitje in het uiterste noorden. Verder is het meest droog met temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. En dus af en toe de zon. Vanmiddag neemt de bewolking echter toe. En vooral in de kustprovincies, met name in het noordwesten, kan wat lichte regen vallen. Maar de hoeveelheden zijn beperkt. In het zuiden blijft het droog. Daar wordt het plaatselijk 20 graden in het noordwesten 17. Vanavond, vooral ten noorden van de grote rivieren, duidelijk meer wolken en misschien ook een spatje regen. In het zuiden blijft het droog met een paar opklaringen en 16 of 17 graden staat er op de thermometers. Dan is morgen het noorden nog steeds gevoelig voor een enkele bui. Ook de meeste wolken vinden we daar in het midden en zuiden wat meer zon. En in het zuiden kan het 24 graden worden. In het noorden halen we 19 tot 20 graden. En de komende week gaan we in met temperaturen rond de 20 graden. Woensdag waarschijnlijk wat hoger op een enkele plek in het zuiden dan 5 of 26. Met in het zuiden steeds de meeste kans op zon. En in het noorden steeds de meeste kans op wat lichte neerslag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.